Goedendag, we staan hier vandaag in Casterlee en we staan hier in het VVV-kantoor. Zit ik goed? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Uw naam is? Inge. Inge. Wij komen hier speciaal van Oudrijken, we kijken naar de concurrentie. Mm-hmm. Wat heeft Casterlee wat het moet doen winnen van de regio? Heel veel toerisme, een hele mooie natuur, het is heel kindvriendelijk. Maar in ieder geval, ik wil u toch eens gaan overtuigen voor op de website te komen kijken van Oudrijken. Ik heb hier een flyer bij. U moet maar eens kijken of u daar iets wilt loeren hoe de concurrentie voor u eruit ziet. Ja, ja, dat gaan we zeker doen, hè. Want ik denk dat wij het hard gaan spelen. Ja, maar wij ook, hè. Ah, we hebben ook onze geheimen nog. Ah, dat is goed, dat is goed. Goedemorgen. Jawel. Uitfilmen, begin de camera uit. Het mooiste dorp van België, Jeff. Verkeer met een filmpje. Mag in ieder geval, heren, u weet dat er het mooiste dorp voor kiezen bezig is. Ah ja, ja, ja. Ja. Voor wel wat TV-programma is er? Dat is voor Vlaanderen vakantieland natuurlijk. Maar ik wil eens vragen, op wie gaat u stemmen? Stemmen? Dat kan ik aan, ja. Ik ga nu eerst een beetje drinken, dan zit ze zenuwachtig. Hij heeft aangekoord, hij houdt er al gehad. Zo meneer, blijf er eentje. Ja. Zeg meneer, u weet dat de mooiste dorpverkiezing eraan komt. Ja. Ja. Op wie gaat u stemmen? Kastel. Ja? Ja, dat is omdat u hier woont natuurlijk. Ik woon hier niet. Woont hier niet? Ik heb er geen zin. Zeg Jan, we zijn nu juist in Casterlee geweest. Stelt toch niks voor, hè? Nee. Vraag me af wat doet hij meedoen, ja. Ja. Hé, maar, leuk. Ja? Zijn we niet naar Baarleer toe aan het gaan? Jawel. Maar ligt dat niet in Vlaanderen? Ja, het ziet er wat hier direct de grens over gaan, dus ja. Want er stond een bord Nederland. Allee. Ja. Kan toch niet? Ja mevrouw, we zijn hier in... Waalen-Nassau, Hector. En is dat nu Vlaanderen of Nederland? Het is Nederland en Vlaanderen. Maar dat snap ik niet, want wij zijn op zoek naar het mooiste dorp van Vlaanderen. En u zegt dat dat... Het is het mooiste dorp van Vlaanderen, maar ook van Brabant, van Nederland. Maar dat kan toch allemaal niet? Maar, ik weet niet, hebben jullie hier ook zo'n mooie plekken? Ja, we hebben hier zeker mooie plekken. Zoals? We hebben hier het Hemahuis, we hebben hier de kerk. Het Hemahuis? Het Hemahuis. Ah, oké. Van de Heemkundekring, dat is het oude gemeentehuis. Oh, oké. Okay. Ja. En er zijn wel meer oude gebouwen en er is heel veel natuur. Veel natuur. Ja, maar dat hebben wij ook allemaal. Ja, ziet. Ja, iedereen is een beetje chauvinistisch over zijn eigen. Ja, tuurlijk. Maar omdat jullie in Nederland zitten, vinden wij toch dat jullie niet mee mogen doen. Maar jullie weten dat jullie genomineerd zijn als mooiste dorp van Vlaanderen. Dat weten we, maar ja. Dat kan toch dan eigenlijk niet als jullie in Nederland zitten om genomineerd te worden als mooiste dorp van Vlaanderen? Nee? Ja, weet je, dat is hier één. Dat is hier één. In Baarle-Nassau, Baarle-Hert moet je toch een beetje zien als één. Ja, maar het hoort toch niet echt bij Vlaanderen, hè? In principe niet. Nee, want het is Nederlands. Je moet de Nederlandse wetten volgen. Zie hier de Nederlandse wetten van toepassing. Ja, dat is wel een mooi argument om te zeggen dat die bij Vlaanderen hoort. Ja. Typisch bewijs dat we Nederlands hebben. Een erotiek. Dat hebben we niet in Oudrijken, hè? Nee. Voilà meneer, waar zijn we nu? Ik ben nu in Sint-Amans. En dat doet mee aan een verkiezing, hè? Sint-Amans aan een verkiezing? Ja, voor het mooiste dorp van Vlaanderen. Ah. Denk je dat dat zo is? Dat zou kunnen, ja. Als je daar de plaats bij neemt aan de dijk en zo, de omgeving, ja, dat zou kunnen. U heeft een mooie dijk. Ja, prachtige dijk. Als ik u was, ik zou veel beter stemmen op Oudrijken.
Dat kan, ja. Oud Rekum, daar zijn wij vandaan. Hier zijn hier enkele fotootjes. Dat ziet er toch veel mooier uit, hè? Dat is mooi. Ik zou mijn best doen als ik dat zou kennen. Ja, maar je moet eens een keer langskomen. Hier een echt kasteel en zo. Waar ligt dat ergens? Waar ligt dat? Dat is in Limburg, tegen de Maas, bij Maastricht. Bij gelegenheid zal ik dat een keer doen. Echt, ja? U bent hier een echte inwoner. Nee, ik ben hier toerist. U bent toerist? Ah, nog veel beter zelfs. Van waar bent u? Evergem. En is dat ver van Sint Amans? Ja, 40 kilometer. En waarom komt u naar hier? Ja, eigenlijk om eerlijk te zijn, om een goed paling te eten. Ah, en wat is dat? Wat? Wat komt u eten? Paling in het groen. Paling in het groen? Ah, oké, okay, omdat dat hier lekker is. Het zou wel zijn. Maar Oud-Rekum is een mooier dorp. Hoe zeg je? Oud-Rekum is een mooier dorp, zei u. Nee, niet? Is Oud-Rekum, is dat geen mooier dorp? Ik had er iets gezien. Heeft u er iets van gezien? Ja, kijk, dit is Oud-Rekum. Even enkele fotootjes ervan, alleszins. Ja. Dat is toch een ontzettend mooi dorp. Absoluut, ja. Absoluut, ik heb het zoeken. Ja, maar het is ook veel mooier dan Sint Amans, hè? Is dat? Ja, ik vind van wel. U toch ook? Maar, ik kan het niet, dus... Ja, maar u gaat een keer langskomen en dan gaat u er ook op kunnen stemmen. Het moet nog blijken. Ja, want het doet mee aan een wedstrijd het mooiste dorp van Vlaanderen. En dan kan u daarop stemmen, want u vindt dat het mooiste dorp van Vlaanderen. Goed, we gaan dat doen. Oké, super, dank u wel. Dag.